Greipel zit nu aan het wiel van Cavendish. Wat een heerlijk gebikkel. En Christophe in het wiel van Cavendish nu naast Greipel. Nicolas Maas die even opzij gaat. Wie zit daar nog van mijn team? Is dat Feu die daar op rechts komt van Vacan Soleil? Dan staat DCM. Ons nog wat te wachten. Dan staat ons nog wat te wachten. Maar het lint blijft lekker gespannen. Alles, haast alles in één lange rechte lijn. In die laatste rechte lijn waar je dat tempo heel hoog moet houden. En zit Sutton daar al op kop, dan heeft Kev toch een probleem, denk ik. Want dat is toch nog ver. Ja, men gaat nog versnellen. Het is daar 300 meters. Wachten tot de eerste demarrage komt. Dat doet hij goed. En dan moet hij nu wel aanzetten. En dat is nog zeer ver. Dan wordt het een keiharde, pikkelharde strijd. Maar hij schiet er als een katapult van weg. En komt er dan nog iemand aan. Cavendish als wereldkampioen Kuurne, Brussel Kuurne winnen. Dat is zonder meer schitterend. Dus hij haalt het voor Utarovic. Ja.